Dames en heren, jongens en meisjes, voor de derde maal wordt de rekenrally georganiseerd. Om meer hierover te weten, praten we met mevrouw Mangali. Zij is de projectleider van de rekenrally. En mevrouw Waartes, zij is de directeur van de Kennedy School. Mevrouw Mangali, van waar het initiatief om te beginnen met een rekenrally? Kinderen hebben altijd problemen met rekenen op school. Omdat het vak een beetje saai gegeven wordt. Formules moeten aangeleerd worden. Dus als kinderen zelf bezig zijn en zelf kunnen ontdekken, is het altijd belangrijk. En dat kan door spel gebeuren. Zodoende is een rekenrally ontstaan. Okay. Als ik hoor rekenrally, wat moet ik me voorstellen? Het zijn spelletjes die ontwikkeld zijn door leerkrachten zelf. Okay. En die spelletjes kunnen dan gebruikt worden bij verschillende rekendomeinen. Er kunnen nieuwe strategieën toegepast worden, zodat het kind gaat. Laat me zeggen, het kind gaat informatie krijgen, gaat zelf een initiatief nemen om te kunnen ontdekken. Time, een management komt erbij kijken. Planning en arbeid, alles komt erbij kijken, want ik moet eindstreep halen, want het is een spel. Okay. Ja, van waar zal ik beginnen? De enthousiasme van de kinderen wordt dus getriggerd. Zodoende. Okay. Nou, voor de derde maal wordt de rekenrally georganiseerd. Hoeveel spelletjes hebben jullie al? We hebben 30 nieuwe ontwikkelde spelletjes. Okay. We hebben van de vorige rekenrally nemen we dus ook mee. En er is een paar van de wiskunde, vakwiskunde erbij. Okay. Hoe motiveren jullie de leerkrachten om een spel te gaan ontwikkelen? Er is een workshop gehouden. Ze worden dan aangeleerd hoe ze, welke criteria ze moeten gebruiken, hoe ze het spel kunnen ontwikkelen, waarop ze moeten letten, het domein, welke categorie kinderen, het leerjaar waar ze kunnen, voor wie ze zo'n spel kunnen ontwikkelen. En dan wordt het, gaan ze aan de slag, om het zo te zeggen. Komen ze terug met hun ontwikkeld spelletje. Het wordt natuurlijk gekeken naar, hebben ze dus de criteria wel toegepast? Er is een presentatie. En de officiële presentatie hebben we dus op 2 maart 2019. Okay. Mevrouw Waartes, de Kennedy School die doet ook mee aan de rekenrally. Hoe motiveren jullie die kinderen om ook mee te doen hieraan? Kijk, het is in principe voor hun een hele andere dimensie. De Kennedy School heeft op zich geen eigen curriculum. We werken met het curriculum van het regulier onderwijs. Dus voor ons is het dan simpel om aan te sluiten bij deze rekenrally. Zoals mevrouw Mangali dat reeds heeft aangegeven, rekenen wordt door de meeste kinderen ervaren als een saai en droog vak. Waarbij je alleen maar formules moet gaan leren. De leerkracht die geeft maar wat ze moet aanleren en het kind moet het consumeren. En niet alle kinderen kunnen dat. Je hebt kinderen die verschillende leerbehoeftes hebben. Dus vandaar dat dit ook heeft doen leiden dat wij meedoen met de rekenrally. De rekensommen, het curriculum wordt voor een deel, zeg maar, omgezet in een spel. Ja, kan dit beter helpen voor de kinderen van de Kennedy School? Sowieso, want waarom ik dat zeg, spel is altijd aantrekkelijk. En spel in wedstrijdvorm. Maakt het helemaal tot het einde. Als ik mijn ervaring mag poneren, toen ik op school zat, had ik altijd een soort van wedstrijd met mijn vriendin. Van, hey, wie gaat die 10 halen? Weet je? En dat is het in principe, want kinderen willen daar ook winnen. En de leerkrachten kunnen daar een beloningssysteem aan verbinden. Waardoor je zegt van bijvoorbeeld, je hebt 5 keer dat gehaald, dat ligt voor jou in het verschiet. Dus, het trekt aan en het leidt tot betere resultaten. Die kinderen gaan nadenken, ze gaan kijken naar oplossingen. Ze kunnen dan ook anders denken, want waar wij misschien in één richting denken, zijn ze dan creatief genoeg om van, weet je, ik kan het ook op een andere manier. Het is niet een wet van mede en persen dat die som bijvoorbeeld zo opgelost moet worden of dat zo moet gedaan. Zoals zij het ervaren en ze komen tot het antwoord, dan doen ze dat in spelvorm. Oké. Okay. Mevrouw Mangali, als projectleider praten we nu over rekenrally, maar we hebben ook nog de vakken taal, we hebben ook adrekskunde, geschiedenis. Gaan jullie ook er naartoe om ook voor die vakken een spelvorm te gaan bedenken?
zal versteld zijn de mensen die mee zullen doen aan die rekenrally of als bezoekers zullen komen, dat er leerkrachten zijn geweest die in één spel verschillende vakken hebben ondergebracht. Want het is een rekenspel, maar dan kun je ook zien dat bijvoorbeeld er is eentje, als ik één mag opnoemen, waarbij er een mensfiguur is gemaakt. Voor de onderbouw gaan de kinderen leren tellen hoeveel vingers is er aan één hand, hoeveel handen heb je enzovoorts voor de onderbouw. En voor de bovenbouw is het bijvoorbeeld, we gaan zo'n pop aankleden. Okay. In het Creoolse gewaad, in het Hindoestaans gewaad, in het Javaans gewaad is een stukje geschiedenis. En dan gaan we de onderdelen van het menselijk lichaam even checken. Is natuuronderwijs. Dus in één spel hebben ze dus, ze zijn zo inventief geweest dat ze 3 tot 4 vakken erin hebben verwerkt. En dat is heel mooi. Multifunctioneel. Ja. Oké. Okay. Wat gebeurt er met die spelletjes die zijn ontworpen door die leerkrachten? Ze worden dus in een beter jasje gezet. Voorlopig gaan we met de prototype werken. En dan kunnen de scholen en de schoolleiders die we verwachten op die dag ook de spelletjes kopen, bestellen bij de EBGS en gebruiken binnen de school. Oké. Nou, waar wordt deze rekenrally gehouden en wanneer? Het wordt gehouden in Sanabudaya, de Jozef Israëlstraat, 2 maart 2019. En de toegang helemaal gratis. Oké. Wie mag er allemaal naartoe? We verwachten ieder, maar we hebben dus ons meer gefocust op doelgroepen van leerkrachten. Mm-hmm. Leerkrachten in ontwikkeling, dus die mm-hmm. nu op opleiding zijn. Schoolleiders, schooldirecteuren en iedereen die een beetje betrokken is bij het onderwijsproces. Oké, okay. Mevrouw Waardes, net als over wat mevrouw Mangali net uitlegde, dat er verschillende vakken in één spel worden opgenomen. Hoe effectief zal dat kunnen zijn voor de leerlingen van de Kennedy School? Nou, het is effectief, want ze krijgen ook die vakken. Mm-hmm. Toch, adreskunde, geschiedenis. En omdat het dan in een spelvorm is gegoten en je hebt ook platen, want zij zijn meer op het visuele gericht. En dat is erbij, dus het gaat zijn doel bereiken of het bereikt zijn doel al, want we hebben al eerder spellen ontworpen die wij gebruiken. Oké, is het jullie derde keer dat jullie ook meedoen hieraan? Nee, wij zijn in RKBO-verband hebben wij de vorige rally meegedaan. En als Kennedy zelf, dan doen wij de eerste keer mee samen met FIBOS. Tenminste, we zijn uitgenodigd, de Stichting Kennedy is uitgenodigd om dan mee te doen. Oké, okay. Ik hoor RKBO, EBG, FIBOS. Hoe doen jullie die samenwerking? Is het zo dat elk jaar iemand anders dit organiseert? We hebben dus het eerste jaar heeft EBG het opgepakt, het tweede jaar heeft een RK gedaan, RKBO. Mm-hmm. En nu is het in FIBOS-verband waarbij dus een FIBOS staat voor Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs in Suriname. Mm-hmm. Er zijn 11 leden en er is een samenwerking onderling tussen deze leden om dus leerkrachten van de verschillende organisaties erbij te halen. Dus het is een samenspel van verschillende bijzondere scholen. Oké. Okay. Als ik nu naar die rekenrally kom op 2 maart, is het zo dat ik alleen ga kijken naar het spel, hoe het in elkaar is gezet? Of krijg ik uitleg en mag ik meedoen? Mag ik zien hoe het eruit ziet? U mag meedoen, zeker weten. Meedoen, zelf ervaren, omdat u dat als leerkracht zelf ook weet van hoe zal het bij het kind komen, aanslaan. En vragen stellen. Mm-hmm. Hoe u het kunt krijgen. Er is een boekje in de maak voor de nieuwe spelen ook. Dus die informatie krijgt u. U kunt zelf ook informatie uitwisselen aan anderen die daar aanwezig zijn. Van, het kan ook zo doen. Je kan variaties inbouwen. Dus u heeft dan beter zicht op hoe u dat in uw eigen praktijk kunt toepassen. Als ik als ouder kom naar deze rekenrally, ik heb mijn kinderen in de schoolbanken, ik heb nichtjes en neefjes en ik zeg ik wil een weekendje allemaal uitnodigen en we gaan gewoon gezellig die spelletjes doen. Als ouder, hoe kan ik aan die spelletjes komen en is dat mogelijk? Via de school kan dat. Als u dus en ook wanneer zo'n rekenboekje zal worden uitgegeven met dus deze spelletjes. En
ook even zelf maken kan ook, want het is niet van duur, echt van materiaal gemaakt okay. dat niet te betalen is. Mm-hmm. Dus zelf ook een keertje met die kinderen ontwikkelen en we gaan spelen. Okay. Dat is zelf inventief zijn. Ja. Oké. Nou, mevrouw Waartens, hoe kijkt u naar de volgende rekenrally? Zeer enthousiast natuurlijk, want we hebben heel creatieve leerkrachten. En vanuit de stichting IBGS is er dan een workshop georganiseerd. Wat de criteria zijn, waarop je moet letten. En natuurlijk, iedereen mag zijn eigen ontwerp in elkaar zetten. Voor zijn of haar doelgroep of voor de totale gemeente. Want het is in principe voor de totale Surinaamse jeugd. Ik kijk er met heel veel enthousiasme naar de volgende rekenrally. En ik hoop dat met dit initiatief die de stichting IBGS ooit heeft opgestart, dat het mag doorsijpelen door het heel Surinaams onderwijs, zodat er alle kinderen er gebruik van kunnen maken. En dat ook alle leerkrachten zelf gaan ontwikkelen voor hun pupillen. Waardoor er dan een breder netwerk is en dan kunnen we dan uitwisseling doen van kennis en van materialen, van kijk, misschien werkt dit beter bij jou of weet je. Maar het wordt een hele variëteit van spellen en ideeën en creativiteit van de leerkrachten. Heel erg interessant. Maar mevrouw Mangali, hoe zit het met de leerkrachten die dus in de districten zitten? Worden zij ook erbij betrokken? We zijn eigenlijk bezig mm-hmm. even het uit in de stad te doen, laat me zo zeggen. Als ze dan de gelegenheid hebben om alvast te komen, mm-hmm. dan kunnen ze het ook alvast zien. Maar de bedoeling is om het even dus ook in de districten te gaan promoten. Ja. Nou, mevrouw Mangali en mevrouw Waartens, mag ik u heel hartelijk dank zeggen dat u deze informatie met ons heeft willen delen. En mag ik u alvast heel veel succes toewensen bij de derde rekenrally die wordt gehouden. Dank u wel. Beste kijkers, u heeft het gehoord. Op zaterdag 2 maart wordt voor de derde maal de rekenrally georganiseerd en het wordt gehouden te Sanabudaya. Ik zou zeggen, ga er naartoe, want het is ten goede van ons allen.